Gemiddeld 1 à 2 keer per week. En het is het eerst. Het is voor het eerst dat ik dit hardop zeg. Heeft in 2 maanden tijd haar hele vermogen, inclusief een kortstondig huwelijk, door het afvoerputje zien verdwijnen. En tring tring de wekker gaat, dat ben jij. Waarom zeg je dit? Steek daar je energie in plaats van mij te bemoeien. Het is rood, donkerrood. Het stroomt in straaltjes, in riviertjes. Het bloed stroomt en Kitty gilt en Frank schreeuwt. Een kind die gilt op Frank schreeuwt. Het is bloed. Allemaal riviertjes. Allemaal riviertjes. Wat is er gebeurd? Ik viel net boven. Waar? Wat maakt dat uit? Maar hij kan er niks aan doen. Dat heeft hij van zijn vader. Die sloeg ook de eetkamerstoel op hem en zijn moeder kapot. Dat zit in zijn karakter. En ik weet gewoon dat hij er niks aan kan doen. En ik weet dat hij van me houdt. En ik hou ook van hem. En ik weet dat hij er niks aan kan doen. Soms loopt hij ineens langs me heen. Ineens. Als op een seconde. Zijn ogen worden zwart. Zijn gezicht kleurt donker. Zijn handen worden wit en het bloed lijkt zich te stollen. Ergens diep van binnen op een onzichtbare plek. Al het bloed. In een paar seconden naar die ene plek. En daar pompt het en pompt het en pompt het. Soms minuten, soms seconden. En als in een flipperkast wordt al het bloed dan weer uitgeschoten vanuit die ene plek, die broedplaats van agressie. Met een enorme snelheid staat het bloed in enkele seconden via zijn aders terug door zijn hele lijf. En dan ineens maken die ogen weer contact. Ogen vol bloed. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik weet het niet meer. Want op het moment dat ik weet wat Frank jou aandoet, voel ik als door de natuur gedreven dat ik alles op alles wil zetten om jou te redden van dat geweld. Niks kon me tegenhouden. Ik werd een pitbull en die liet zich niet melkorven. Maar nou weet ik het niet meer. Als ik je zo zie staan, dan weet ik het niet meer. Deze vlinder valt er buiten. En nu zit deze vlinder gevangen. Nog 10 keer tegen het raam op en hij zal sterven. Niemand ziet hem. Niemand hoort hem.
Niemand helpt hem. Nog 10 keer tegen het raam op. En hij zal sterven.